Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Voor Liam is goed niet echt het goede woord, het is meer een boutochtend. Liam heeft koorts nog steeds. En hij ligt zo lief lekker schattig op de bank. We moeten dadelijk wel even Jordi wegbrengen, dus dat gaan we zo doen. Ik heb Jordi al aangekleed en klaar. Liam al klaar, Sammy al klaar. Ik ben ook al klaar. Ik moet eigenlijk alleen even de jassen aandoen. Ik ben op tijd, dus ik kan niet snel gaan, want anders dan werkt het weer niet. Dus ja. Ik kan er pas om 8:30 kan ik Jordi pas daar brengen. Dus dan kan ik om 9:15 kan ik daar zijn. Maar ja, dat heeft dus geen nut om dan 15:15 al te zijn, want dan gaat Jordi dus niet redden. Wachten is Jordi is niet Jordi's sterkste punt. Dus dat. Liam blijft vandaag gewoon thuis van schooltje. Ik moet dadelijk wel boodschappen doen, anders heb ik een avondeten. Ik zou wel iets van avondeten in elkaar kunnen flansen, maar veel zal het niet zijn. Dus ik zei tegen ons, ja, dan moet hij maar even mee. Dus dan probeer ik dadelijk gewoon met de auto even langs de supermarkt te gaan. Een winkelwagentje pakken en een paar boodschappen halen. En zodat ik in ieder geval wat boodschappen in huis heb. Dus dat gaan we doen. Nou, verhaaltje. Storytime. Nou ja, vanochtend. Ik was op tijd klaar en alles. Hier, dit kind. Alles tegenwerken. Dus ik kwam mijn overbuurvrouw tegen. En daar heeft Liam eventjes mogen spelen en zodat ik even Jordi weg kon brengen en even naar de winkel kon gaan. Dus die heeft ervoor gezorgd dat ik even uit stress was. Zulke mensen moet je gewoon in je omgeving hebben die op het juiste moment eventjes er zijn. En eventjes kunnen zeggen van, hey, ik help je even. Gelukkig heb ik altijd wel iemand in de buurt die dat op het juiste moment voor mij kan doen. Dus ja, Liam zat dus even daar. Toen ben ik met Sam Jordi gauw naar school gaan brengen. Ben ik eventjes gauw met Sam boodschappen gaan doen. En nu heb ik voor de komende 4-5 dagen eten in huis. Yes. Dus dat heb ik even geregeld. Vandaag eten ze poffertjes. Want als een kind hier ziek is, dan eten ze gewoon wat ze lekker vinden. En dat is in dit geval poffertjes. Dus dan gaan we straks lekker eten. Of ja, ik en Niels eten een broodje shawarma, want ik heb gewoon shawarma meegebracht voor Niels en mij. Met een broodje en salade. Dus dat is wat wij eten. Maar de kindje eet de lekker poffertjes. En nu ligt hij lekker te slapen. En gaat Sam gewoon op tijd naar bed. En dan is het om 2:00 weer klaarmaken om Jordi op te halen. En ik hoop dat hij dan iets beter eraan toe is. Inmiddels is Niels thuis. Hi. Ik wil jou gewoon lekker zo bij jou liggen zo. Mag dat niet? Mag ik niet bij jou liggen? Waarom niet? Ik mag niet bij jou liggen. Kleine speknek van me. En jij ook, hè? Jij bent nog steeds niet lekker, hè? Hij ziet er wel zo uit, maar kijk hoe lijkbleek hij is. En de koorts begint weer op te lopen. Lekker in je neus peuteren, jongen. Stuur even een kaartje als je boven bent, hè? Nee, maar mama. Nee, smeer maar aan papa. Of je eet het op, dat kan natuurlijk ook. Ba! Nee, dat is ba. Jam, jam. Ba! Ba! Jam, jam. Mama, kapje? Mama, kapje? Nee! En je hoeft me gelijk proberen te redden. Nee, pak hem. Nee, nee. Nou, dat dus. Ga weg, die spuit. Ja.
echt. Ik ga even Niels afslaan en dan dadelijk de kinderen naar bed doen. Kindje liggen op bed. Jordi is nog wakker. We hebben net een gedeelte van een video opgenomen. We gaan elke avond gaan wij een... hoe noem je dat? Zo'n vitamine shot, weet ik het hoe je het noemt. Gaan we opnemen. En dan onze reactie. En dan één video van maken. Ik heb er van alles van. Ik heb in totaal 5 smaken. En de laatste doen we er zeg maar 2. Dus doen Niels en ik samen. Dus komt eraan. Een hele goede morgen. Liam is nog steeds ziek. Niels die is vanochtend met hem opgestaan. En het gaat nog steeds niet lekker. Ik heb de fysio van Jordi even opgebeld. Van hey, ik heb een ziek kind. Ze zegt, weet je wat? Ze zegt, laat het maar even zo doen. Dan eventjes wachten met de afspraak. Dus die gaat vandaag niet door. Dus ik ben gewoon lekker de hele dag thuis. Dan ga ik zo eventjes mijn eigen omkleden. Want ik had mijn eigen al klaargemaakt. Maar eerst ga ik even luisteren. Voordat de kinderen daar allemaal door lekker. Ik heb even niet meer gevlogd. Ik heb alleen maar met Liam gezeten. Uiteindelijk de huisarts gebeld. Zijn we net geweest. Hij heeft geen oorontstekingen. Hij heeft geen keelontsteking. Maar hij heeft wel gewoon alles vastzitten. Dus we gaan met silometasoline aan de slag. En ze zei ook, ze zegt, jij bent mama. Jouw gevoel is goed. Oké, prima. Dan gaan we handelen op mijn gevoel. Ze zegt, je gewoon doen wat jij denkt dat goed is. Ze zegt, een dag of 6, 7, zegt ze, dan mag het nog wel zo zijn, zegt ze, maar het moet wel verbeteren. Ik zei, oké, dat is goed. Hij moet nog eventjes doorzetten. En mama en papa ook. Maar we gaan dus beginnen met silometasoline, zodat het snot een beetje in alle buizen weg zijn. Want dat zou dan de druk op het oor geven. Want het kind kan natuurlijk ook zijn neus nog niet snuiten. Want dat hebben we ook geprobeerd, doet hij niet. Dus dat. Verder is hij hartstikke chagrijnig. Heeft hij maar een 1/2 uur, 3 kwartier geslapen. Dus ja. Al met al. Toppie. Dus... Dat ze eigenlijk ook wel vertellen. Ik heb momenteel gewoon heel druk met Liam die op me wil zitten. Liam die bij me wil liggen. Maar ik heb ook nog Jordi en ik heb ook nog Sam. Dus die moet ik ook aandacht geven. Dat vind ik gewoon even belangrijker als vloggen. Dus vandaar dat ik nu even wat minder vlog. Trouwens de dokter die zei wel... Ja, ik denk dat er ook wel een griep bij in zit. Dus het is niet alleen verkoudheid. Het is ook gewoon echt griep. Dus ja, we gaan het zien hoe dat het allemaal loopt en afwachten. Dus ja, ik ben benieuwd. Een hele goede morgen. Ik heb alleen Liam thuis. Sam en Jordi zijn naar school. Om 11:30 moet ik Sam hier weer ophalen. Liam heeft vannacht doorgeslapen gelukkig. Hij heeft nog wel voor flinke verhoging, koorts, zit er tegenaan. Maar het gaat, het is nog steeds niet je van net. Even drinken voormaken, even wat dingetjes hier doen. Ik heb de boven gisteravond gezet. Ik heb hier het keukentje staan, die staat nu in de keuken. Ik heb daar die neergezet en daar staat nu even nog niks. Ik ben even een beetje aan het experimenteren en kijken wat ik ervan vind. We hebben Sammy opgehaald. Sammy is lekker broodje aan het eten. Liam die heeft zijn broodje daar neergesmeten. Niet doen, doe zachtjes. En nou gaan we naar huis. Gaan ze ook naar hun nest. Zachtjes doen! Oh, echt, als jij niet lekker bent, jongen. Nou, midden zit de chagrijn. Die wilde niet in de auto zijn. Maar we moeten toch Jordi op gaan halen. Ik heb hem ook wakker moeten maken. Dus ja. Dus ja. Laten we maar even aanrijden. Nou. Nu doet hij het wel. Nou, ik heb eventjes Jordi opgehaald. Ik heb een tijdje niet gevlogd, want ik had gewoon echt serieus een kind. Ik noem geen namen, maar die middelste daar. Die gewoon nog steeds niet lekker was, want we hebben er nu zelfs diarree bij. Dus
Ja, tel je winst. Dus ja. Ik ga nu naar huis rijden, want Pronk Ergo komt. Wat Pronk Ergo heeft gedaan is, die hebben dat ding geïnstalleerd. En er was iets met het mechanisme toen ze het al opbouwden. En daar zou nog een afspraak voor gemaakt worden. Die is inmiddels geweest, dus ze zijn geweest. En dat betekent dat als je op een knopje drukt om omhoog, nee, om omlaag te doen, dan zit hier een mechanisme om hem te stoppen als er iets of wat of iemand onder zit. Dus dan kun je hem niet zeg maar omlaag duwen. Dus dat hoort gewoon zo te zijn, dat is een beveiliging. Dus dat zijn ze komen maken. Het werkt nu volledig goed, dus dat is helemaal prima. Liam, die zit daar. Nog steeds niet lekker. Is al de hele middag bovenop mama aan het hangen. Mama wordt er een beetje ziek van. Maar ja, hij is ziek. Dus ik ben geen knuffelmama. Maar als het moet, dan moet het. Dus dat is wat ik doe. Dan hebben we natuurlijk nog Jordi. Die hebben we opgehaald van school. Die is gewoon lekker zijn ding aan het doen. Prima. Sam is lekker zijn ding aan het doen. En ik ben nu momenteel frietjes aan het maken voor de kinderen. Eet Liam iets, dan eet Liam wat. Eet Liam niks, bied ik hem nog poffertjes aan die ik nog heb. En anders, dan eet hij niks. Ook goed. Ja. Hij is eigenlijk op en laag aan het gaan qua koorts. Heeft verkoudheid, keelpijn. En vanochtend kwam er ook nog diarree bij ook. Dus het kind heeft er overal last van. Morgen gaat hij ook niet naar school. We gaan morgen wel, morgenochtend even Sam wegbrengen. Want dat vindt hij wel gewoon fijn om te doen. Dus dat gaan we dan wel doen. Zo dadelijk mag hij ook lekker met een eigen tablet eventjes eten. Ik geef Sam en Jordi dadelijk daar eten. En dan mag hij lekker hier op zijn gemakje zitten als hij iets wil. Wat eten we? De kinderen eten hamburgers, mijn vriendjes dus. Ja, dat is wat ze eten. Hebben ze verdiend. Nou ja, Niels is natuurlijk op donderdag altijd laat. Dus vandaag dat ik zoiets heb van, dan eten we nu maar frietjes. Dus dat. En mijn excuses voor deze week dat ik niet zoveel gevlogd heb. Dat heeft gewoon echt met Liam te maken. Nu ziet hij er oké uit. Maar de afgelopen dagen zag hij er niet echt oké uit. Dus wat ik van hem gefilmd heb, volgens mij vrij weinig. Dan zou ik de keuze hebben gemaakt dat hij er oké uitzag. Ben je weer aan het niezen, jongen? Kom eens hier. 1, 2... Hoppakee. Heb je dit? Goed zo. Goed gedaan. Dus ja, dat. Nee, niet, dus dat moest ik even opruimen. Dus vandaag, nou ja, ik ga zorgen dat de kindjes lekker te eten hebben. Dan komt over ruim een uur Niels thuis. Die werkt tot 6 uur, het is nu 5 uur. Dus ja, dan hoop ik dat Niels het weer een beetje overneemt. En dat ik het een en ander even kan doen. Daar zit onze Liam nu te eten. Lekker in zijn uppie voor de tablet. Lekker rustig voor hem. Daar is onze Sammy. Lekker zijn hamburgertje frietjes aan het eten zijn. Is. En dan hebben we hier Jordi. 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 Alsjeblieft. Dus, komt wel goed. Denk ik. Hoop ik. En toen waren we weer op de volgende dag. Ik ben gisteren, toen de kinderen in slaap vielen, ben ik ook in slaap gevallen op de bank. Daar ben ik mijn nest in gegaan en ik heb tot vanochtend geslapen. Dus. Daarom sluit ik ook nu deze vlog af. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.